Wat hebben we hier? Een kleine monovolume. Het is een Honda en hij luistert naar de naam Jazz. Dat is natuurlijk geen onbekende naam, want er waren al 3 generaties voor hem. En wat die allemaal gemeen hadden, was dat die eigenlijk een beetje ondergewaardeerd waren bij het grote publiek. Dat was niet terecht, want die zaten eigenlijk telkens wel verduiveld slim in elkaar. De nieuwe is er enkel als hybride en hij komt ook nog eens een keer met een avontuurlijker jasje onder de naam Crossstar. De gedetailleerde wegtest van de Honda Jazz is verschenen in Autogids nummer 1062. Je vindt deze ook terug op de website autogids.be, net als alle andere tests. En de video's vind je terug op het YouTube-kanaal van Autogids. Dit is dus de Crossstar. En de Crossstar, wat is dat eigenlijk? Dat is de gewone Jazz met plastic rond de wielkasten en de onderschotten. Ja. That's it. Het is allemaal slordig uitgevoerd, zie ik. Hier, ja. Hier zo. En daar hier zit een stukje plastic op de deur. Een van de selling items van een Jazz is dat de achterdeur 90 graden open draait. Nu, als je die wielkast van de Crossstar volledig zou doortrekken, ja, dan zit je hier met een veel grotere drempel. En dan, ja, dan mag je deur nog 90 graden openzwaaien. Maakt het moeilijker om in te stappen, dus ik vermoed dat ze dan voor dit slordigheidje hebben geopteerd dat ze dit beter vonden, gelukkig maar, dan eigenlijk de wielkast volledig door te trekken. Ja. Nu, ik ga mij onmiddellijk al moeten verbeteren, want ik heb gezegd daarnet dat dit de enige is dat het verschil is tussen de Jazz en de Crossstar Jazz, zeg maar, de Crossstar-uitvoering. Dat is niet volledig waar. Deze staat 3 centimeter hoger, heeft meer bodemvrijheid. Okay. Nu, we gaan er straks nog mee rijden en dan zal je voelen dat eigenlijk weinig verschil maakt naar comfort toe. Maar goed, hij staat iets hoger, maakt hem iets ruiger. Het nadeel daarvan is wel, dus in zijn geheel naar de afmetingen toe, is hij 1,6 centimeter langer geworden, dus allez, verwaarloosbaar. Maar hij is wel 2,4 centimeter kleiner geworden, waardoor dat de gewone Jazz eigenlijk een betere aerodynamica heeft. En die, daar verzaak je eigenlijk volledig aan als je met die Crossstar... Ja. Als je voor die Crossstar kiest, omdat die dan weer hoger staat. Ja. Maar goed. Dus de enige meerwaarde is een beetje extra bodemvrijheid. Ja, weet. Ja. Uiteindelijk, dat weet jij even goed als ik, vandaag zijn alleen maar SUVs die verkopen. Ja. Dus zolang het er maar uitziet als een SUV, is het goed. Het is een imago. Ja, het is uiteindelijk een zuiver imago. Ja. Want voor de rest, naar praktisch vermogen of aandrijvingen en dergelijke meer, verandert er eigenlijk niks ten opzichte van de gewone Jazz en de Crossstar. Dus, ja. Oké. Misschien even terug naar de essentie. Dit is eigenlijk een kleine monovolume van het formaat Renault Clio ongeveer, dacht ik. Ja, en dat is zeer frappant, want er zijn er eigenlijk niet zoveel meer. Vroeger had je de modus van Renault, dat waren nog wat, de Peugeot 2008 met die schuifdeuren. Mm-hmm. Dat waren allemaal zo stadsautootjes met een mini-monovolume formaat of capaciteiten. Die zijn allemaal verdwenen op een aantal uitzonderingen na. En dit is er nog eentje van die uitzonderingen, die is blijven bestaan. Mm-hmm. En dat maakt deze Jazz... Heeft de Jazz altijd zo geniaal gemaakt, sinds de Jazz 2002. Dus die allereerste monovolume-achtige. Dat is dat ze eigenlijk binnen het stadsformaat een volwaardige familiewagen krijgt. Ja. Qua afmetingen interieurruimte. Ja. Dus, en dat is gelukkig gebleven. Daar heeft Honda heel weinig aan veranderd. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is vooral het exterieur wat gemoderniseerd. Met dus die Crossstar-uitvoering. En dan de lijnen wat verscherpt, de ledlichten erop bijgegooid, zeg maar. Ja. Ze hebben het eigenlijk vooral iets moderner gemaakt qua look en feel. En zijn afgebleven van de sterke punten van het concept, zijnde die afmetingen. Nu, er valt me net iets te binnen, want ik heb daarnet gezegd dat er weinig veranderingen zijn met die Crossstar, buiten de hoogte en die ding. De wielen zijn ook anders. Ah, ja. De Crossstar heeft 16 duimers, recht op 16 duimers. Alle andere Jazzen zijn 15 duimers. Oké. Okay. Ze heeft iets meer noten op zijn zang. Ja, maar dat gingen we toch niet meer doen, hè. Het valt mij op. Er zit hier een blauw randje rond het logo. Ja, ja. Dat duidt meestal op iets van elektrificatie. Dat je in de stekker kan steken. Je kan hem niet in de stekker steken. Ah, ja. Maar je zou het wel kunnen. Maar daar komen we straks op terug. Maar inderdaad, je hebt dat in de inleiding ook gezegd. De Honda Jazz is vandaag enkel maar te verkrijgen als hybride. Wat ook een verschil was met vroeger. Waar je de gewone benzine had en de tweede generatie had ook een milde hybride
maar ja, dit is een volledig ander concept. Okay. Die heeft in de verste verte niets meer te zien met deze hybride aandrijving. Okay. Maar daar komen we later ook nog op terug. Ja. Dus zullen we eens kijken binnenin? Graag. Daar toon ik je waar de magie gebeurt. Wat vooral opvalt hier, het interieur. Mm-hmm. Ik weet niet wat Honda geluisterd heeft naar onderkritiek, maar wat we altijd zeiden is, ja, nogal wat saai, hè? Veel zwart en zo. Ja, het laatste wat je nu kunt zeggen is dat het veel zwart is en dat het saai is. Hè? Ze hebben echt hun uiterste best gedaan om er ook een frivolere aankleding aan te geven. Ja, zoals we net al zei, met dat digitaal scherm. Maar ook hier, die stoffen bekleding. Mm-hmm. Ik weet, Peugeot en de 3008 waren de eerste die daar zo wat mee experimenteerden met een stoffen aankleding. Wij vonden dat toen allemaal knap en goed gedaan. En hier net hetzelfde resultaat. Dat geeft een extra cachet aan die auto die hij vroeger nooit had. Hetzelfde, ja, een aantal witte accenten. Dat is wel mooi gedaan. En wat ook, ik weet niet wat je opvalt, maar de stoelen zijn een heel stuk breder dan voorheen. En zitten ook iets beter. Mm-hmm. Dus ook daar, naar het zitcomfort toe, heeft Honda wel werk geleverd. Wel heel positief. Ik kom nog eens terug op dat digitaal dashboard. Ja, uiteraard volgt Honda ook die een digitale trend. Maar een gewone knop voor de radio en gewone knoppen voor de airco. Dus op dat gebied, goed gedaan. Plus, ze zitten nog met gewone USB-poorten. Dus ze houden nog wel wat vast aan bepaalde tradities die ik daarom niet slechter vind dan wat dat er nu vandaag voorhanden is. Het stuur wil ik ook nog even opwijzen. De Honda e heeft ook met die twee spaken, een beetje overgenomen. Ook hier die witte accenten terug. En dit model is ook rijkelijk voorzien van uitrusting. Dat gaat dan van een adaptieve cruise control met lane assist. Wat in een stadssegment toch ook niet alledaags is. Een vrij uitgebreid infotainment systeem. Ook daar zijn ze wat weggestuurd. Ze hebben nog een aantal knoppen overgehouden van het oude systeem. Maar de layout is gemoderniseerd, zeg maar. En ze werken nu ook met widgets. Dus ook daar hebben ze aangeknoopt met wat er vandaag voorhanden is. Ja. Dus aan zich kan je wel zeggen dat het werk dat Honda geleverd heeft binnenin eigenlijk evenveel loont als het werk dat ze in de motor hebben gestoken of in de afstelling van ophanging. Dus goed werk. Dus het zit wel doordacht in elkaar. Het zit doordacht in elkaar en en plus, je krijgt een aantrekkelijk geheel en er is niets afgegaan van het praktisch vermogen. Mm-hmm. En dat zal ik je even tonen van achter op de achterbank. Ja, dan heb ik het nog niet gehad over het absolute unique selling point, toch mijns inziens, van deze Jazz, wat hij trouwens altijd al heeft gehad. De Magic Seats. En daarbij klap je eigenlijk het zitvlak tegen het rugband, wat een gigantische ruimte laat die je in de breedte kan benutten. In die mate zelfs dat je hier eigenlijk een fiets schuin in zou kunnen parkeren. Als dat niet virtuoos is, dan weet ik het ook niet. Deze 1,5 liter atmosferische benzinemotor is een instrument die louter en alleen gebruikt wordt als generator. Dus het is wel degelijk... Nee, het is een hybride, maar waarbij de verbrandingsmotor enkel en alleen ervoor zorgt dat er stroom is om de elektromotor te doen draaien en of om de batterij, de lithium-ion batterij, op te laden. Oké, dus de auto wordt aangedreven door een elektromotor en de verbrandingsmotor die genereert stroom om vervolgens die elektromotor te kunnen aandrijven? Simpel gesteld... Ja, komt in normale omstandigheden. In normale omstandigheden, daar komt het op neer. Kan je ook elektrisch rijden, puur elektrisch? Je kan elektrisch rijden, maar zoals je terecht opmerkte, er zit geen stopcontact, dus je kan hem niet bijladen. Ah ja, oké. Bij gevolg ook, de batterij is vrij compact. Ja. Dus de energie die je opslaat, daarmee kan je een aantal kilometer rijden, maar geen 40 of 50. Dus het is geen plug-in hybride, hoewel je dat heel makkelijk zou kunnen maken door gewoon een groter batterijpakket te steken. Maar deze is geen plug-in hybride. Okay. Maar je kan er wel een aantal kilometer zuiver elektrisch rijden. Ik had begrepen dat er ook nog een uitzondering was voor op de snelweg. Op de snelweg doet hij iets anders dan normaal. Ja, in die zin dat op de snelweg de verbrandingsmotor zich kan loskoppelen van zijn elektromodule en rechtstreeks de voorwielen kan gaan aansturen. Ah ja.
Nu, wat is het grote voordeel daarvan? Dat is dat je eigenlijk, omdat vanaf een bepaalde snelheid is het niet meer zo efficiënt van op elektrische energie te rijden, dat je dan eigenlijk de volle efficiëntie van je verbrandingsmotor gebruikt, zonder dat die verliest, zodat hij van zijn efficiëntie verliest of zijn energie verliest aan een elektromodule die daar nutteloos ligt mee te draaien. Okay. Dus dat is het voordeel. Okay. Maar dat kan enkel maar vanaf echt snelweg, snelheden. Okay. En dus in normale omstandigheden, wanneer de 1.5 dient als generator, dan is hij eigenlijk heel de tijd zijn eigen regime aan het volgen. Nee, ook dat niet. Er wordt elektronisch gestuurd. Dus eigenlijk wat je krijgt is als je herneemt of je vraagt ineens meer vermogen, dan gaat de motor wel in toeren, maar Honda heeft dat zodanig geregeld dat je eigenlijk een natuurlijk verloop krijgt. Het is alsof de motor eigenlijk opschakelt. Hoewel het niet het geval is, hè. Het is zuiver elektronisch geregeld. Okay. Hè. Net omwille van het feit dat je als bestuurder een natuurlijk gevoel zou krijgen en niet wat je bijvoorbeeld bij Toyota krijgt, dat koffiemolengeluid als je gas geeft. Ja. Dat heb je hier niet. Ja. Maar in normale omstandigheden, eens je snelheid hebt bereikt, dan zakt de motor in toeren, dan draait hij een vast toerental en dan hoor je hem eigenlijk niet. Dus dan lijkt het wel alsof je met een EV onderweg bent. Ja. En dan mogen we verwachten dat hij heel zuinig is. Is dat ook zo? Ja en nee. We hebben tijdens de testperiode, het algemene gemiddelde was 5 liter. En dat hebben we geklokt eigenlijk op een traject dat 50% uit snelwegen bestond en 50% uit stad en omgeving. Okay. Dus een gezonde mix van dagelijkse wegen. En dat is eigenlijk een mooi resultaat. Maar het kan eigenlijk veel beter als je de Jazz houdt in zijn natuurlijke biotoop en dat is de stad en zijn omgeving. Ja. Dan zaten we aan 3,9 liter. Oké, dat is zeker niet slecht. Ja, en je ziet effectief als je op de snelheid zit en je rijdt sneller dan 120, dan zie je ook het verbruik exponentieel toenemen. Okay. Maar dat mag niet, hè? Dat mag niet. Dus als je doet wat mag, is het een zeer zuinige auto. Ja. Dus. Oké. Ik zie hier zo'n aantal van die oranje kabels naar achteren vertrekken. Dat is van de batterij, veronderstel ik. Ja. En die batterij die zit achteraan in de koffer. Ah ja, zullen we eens even gaan kijken? Ja, oké. Daar zit dus Hans, hier, die in beeld. Dat is de batterij. Dat is de batterij? Ja, dat is de lithium-ion batterij. Okay. Wat maakt dat je met een klein beeldje zit in de koffer en geen volledig vlakke laadvloer? Je verliest ook een heel klein beetje aan volume. Dus normaal gezien, hier heb je 298 liter ter beschikking. Wat niet royaal is, tenzij je in de hoogte begint te stapelen. Ja. Maar, en ja, een aantal liter verlies je dus aan die batterij. En zoals we hebben daarnet de Magic Seats gezien, dat is dus de reden waarom die batterij in de koffer zit en niet onder de achterbank. Ja, dat is omdat die stoelen opklappen. Dat is een beetje de concessie die Honda heeft moeten doen. Nu, het moet wel gezegd, ze zijn er wel in geslaagd, want als je nu de zetels, even plat leggen, dan krijg je desondanks een vlakke laadvloer. Plus, dat ze er op een of andere manier ook in geslaagd zijn van dan hier, omwille van het feit dat de batterij daar zit, van hier toch nog een vrij ruim extra opbergvak te voorzien. Dus, dat is dan voor de verbanddozen en de gevarendriehoek enzovoort. Ja, dus al bij al zit het wel slim in elkaar, ondanks het kleine beeldje waar je op moet. Dat is leuk. Ja, dus het hybride systeem is bijzonder. Ja. Maar hoe voelt het nu in het rijden? Ja, ze hebben niet gelogen. Honda, in de zin dat het effectief aanvoelt als een elektrische wagen. Hij zal effectief proberen zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Wat uiteraard niet altijd lukt omdat de batterij te klein is. Maar het is wel zo dat als de verbrandingsmotor dan tussenkomt, dat hij dat heel stil doet. Waardoor dat je amper het gevoel hebt dat de verbrandingsmotor echt aan het werken is. Echt behalve bij echt zwaar accelereren komt hij er heel hard tussen. En dat toont ook dat de Jazz daar eigenlijk minder... Hij kan het, maar het is niet zijn ding. Ja. Zo echt rustig cruisen aan, we rijden nu 40 km per uur, zo echt stadsnelheden, dat is echt zijn ding. Ja. En daar moet je hem ook eigenlijk proberen binnen te houden. Maar voor de rest, is het fenomenaal hoe dat ze het gedaan hebben. Ik bedoel, we kennen ook de hybride systemen van Toyota, maar dit is, schat ik toch, eigenlijk nog net iets hoger in. Hoe zit het qua prijs gesteld met de Jazz? Ja, dat is dan de enige valse noot in deze anders prachtige symfonie. We hadden afgesproken dat we dat niet meer gingen doen. Ja, ik weet het. Maar we zijn ver op het einde. Ik dacht nog eentje om het af te leren. Is goed. Dus de Jazz kost in zijn basisconfiguratie, dus geen Crosstar, de gewone Jazz,
bijna 22.000 euro. En dat is eigenlijk heel veel geld voor een stadswagen. Wil je de Crosstar, zoals deze hier, dan betaal je bijna 27.000 euro. En dan zitten we eigenlijk al een segment hoger. Met dat budget kan je ook naar een Golf of zoiets gaan kijken. Nu horen er wel een aantal kanttekeningen bij die een iets rooskleuriger plaatje schetsen. Zijnde, ten eerste, als je hem gaat vergelijken met zijn hybride concurrenten binnen dit segment, dat zijn de Clio en de Yaris, dan zit hij daar qua prijs voor eigenlijk tussen. Dus, ça va wel. Het is niet eens zo verdreven. En ten tweede, ja, we hebben al gezegd, je krijgt een ongelooflijk goede afwerking. Toch voor dit basissegment, zeg maar. En je krijgt een zeer grote of zeer volledige veiligheidsuitrusting. Honda voorziet 10 airbags, waaronder een knie-airbag. Zijdelings airbags achteraan, wat niet alleen voor dit segment, maar ook voor andere segmenten vrij uniek is. Hoogstuitzonderlijk. Hoogstuitzonderlijk om dat mee te krijgen. En er is ook een center-airbag tussen de zetels, die de passagier en zijn bestuurder extra moeten beschermen. En ook dat is redelijk ongezien. Ja. Alweer niet alleen in dit segment, ook elders. Ja. Dus als je dat allemaal in de optelsom bijneemt, dan kan je eigenlijk stellen dat je wel waar krijgt voor je geld, wat niet wegneemt dat het een serieus bedrag is en blijft. Ja. Dus Steven, een slotakkoord. Ja, zoals Jazz is het een beetje een auto voor fijnproevers of liefhebbers, dat wil ik zo zeggen. Ik vrees een beetje dat de Jazz niet populairder zal worden dan zijn voorgangers. En dat heeft niets, ik herhaal, niets te maken met de kwaliteiten van deze auto, want die hebben mij allemaal overtuigd. Hij is fenomenaal goed afgewerkt. Hij rijdt goed. Zijn hybride installatie is zuinig en doet zijn werk voortreffelijk. En hij is nog eens bijzonder praktisch. Er is maar één nadeel aan deze auto en dat is zijn prijs. En ik vrees dat heel veel particulieren daar gaan op afhaken en een segment, voor dat geld een segment hoger zullen gaan shoppen. En dat maakt, door het feit dat hij niet bemind zal worden, zeg maar, dat hij ook onbekend zal blijven. En dat is zeer, zeer, zeer jammer. Maar dus het is eigenlijk toch een beetje een geheime tip? Dit is de Autogids geheime tip van 2020 en misschien wel 2021. Bedankt Steven voor de tip. Bedankt jullie voor het kijken en tot binnenkort.